Eksi miltje, miltje de fakker. Ik vind de teunen van Basil de spakker. En tegen mij zeggen ze miltje de farser. Omdat ik zo haar een ander mens farsen bakken. Maar als facteur doe ik goed mijn beste, moet me zien gaan. Mijn zak met brieven heb mijn buk van bussen toe bussen. Wat moet me waren wij of graken niet gedaan? Mag zien nog jong en goed de poot, ik geef hem bussen. Ja, ja, moet me voor een stel, ik zie niet Mil, Sylvain, Josef, Sas, B.E. 13 jaar bij de post, 12 jaar facteur in dezelfde côté. Nog nooit een sigaar het van de directie. Ik zie de kappen van mijn chef. Mijn chef, dat is een raar dat erbij. Je smoor niet, je drinkt niet en je kijkt niet naar de meisjes. Maar je gaat dat zoals uit de kompen. En je klapt met een vrouwstammetje. Gisternacht zegt hij tegen mij, Mil, hij in haar laten snien, beste werkeuren. Zeg je, ja, maar mijn haar is een groeit beste werkeuren ook, hè? Je zegt, ja, maar toch niet allemaal. Zeg, en kan die allemaal laten afsnien ook? Sef is een sef, hè. Een sef, dat is een die altijd te laat op zijn werk komt, dat je hier te vroeg zit. En die te vroeg op zijn werk komt, dat je hier te laat zit. Men al keer een Brusselaar had ook van sef. Een aangespoelde. Je die maar 1 week geweest, wij. Je moest hier werken. Het was een raren, wij. Was me dan een raren, jong. Ja, zuster let met zijn kop tussen de schufdeur gezien. En een pretentie, mens. Zuster let een ander die peest dat je een onenster deed. Raren, een raren, zeg ik. Maar je zit nu weer in Brussel. Allee, het was een van die Brusselaars dat zo. Als ze wel doos eten. Moet je een halve meter boven hun de dikke nekken mekken voor zeker te zien dat je onder pretentie mee hebt. Maar je zit weer in Brussel aan een bureau met een suventement. In Brussel is allemaal een bureau met een suventement. Als ze s'nachts binnenkomen, ze doen die suf open. Ze steken de onderste tut van hun plastron in die suf. Ze doen hem weer toe en ze sluiten hem. En zo kunnen ze niet achterover klooien als ze slapen vol. Ja, mag ik eens zien wat dat er van werk is vandaag. Een liefdebrief voor mamzel Wetvlees. Dat is zuster namen voor u. Ze is zo mager of een puppenstaart. Kun je er wegsteken achter een exportflasje. Mocht ze een appel op ze heel neemt lotten te beurten peest, dat zijn verwachtingen. En zeggen dat kroon 3 lieven zit naar die. Een van 20 jaar, een van 40 jaar en een van 60. De die van 20 voor de Grand Sok. Die van 40 voor de Grand Sik. En die van 60 voor de Grand Sek. Ze heeft het dan keurig gehad van de zeunen van de bakker, weet. Maar ze moest hem niet in. Ze zegt, hij is een rost en heeft lang in de oven gezeten. Zeg, ik zou hem maar gelijk pakken, weet. Ken die familie. Tegen dat hij 25 jaar is, is hij zo klets of weet niet waar, je gaat niet meer zien dat er rosten geweest is. Een brief van een notaris, dat voor die debben door het nummer 7. Zullen ze wel een deel doen dat die jode dozen? Zang dan maar koor bij rempels.
Verleden week klopt ze met een stekspak onder haar norm. Zeg, moet je commissies ondoen dat? Of waar ga je naartoe? Ze zegt naar de massa. Ik zeg, naar de massa? Met dat spak onder je norm? Ze kijkt, zegt, oh, merzie. Merzie, ik heb nu verzekerd mijn kerkenboek en mijn arbeidssoep gesmeerd. Briefje van madame Tulpe. Zie het in Tulpe, wij. Zie het bloed. Er vindt zo beter bloed eten, want je de kletskop, je kunt er hebben ze al verdienen. Het is blijk een cornesse die niet is elder net. Zien dat die vele drinken. Ik kan niet zeggen dat het een dronkaard is, wij. Maar mocht ik een vatje bier zingen, zonder toch niet arm violene zien, wij. Ze woont iedereen blomkot, hè? Die appartementen. Toch? Beneden woont meneer De Roze en die vrouw Begonia. En op het eerste meneer madame Tulpe en de familie Lely. En toen heb je op het tweede nog meneer Mariette en die vrouw Stinkers. Allemaal een blom, en hij ben goed stinkt naar de mazoet en blikwater. Hey, een zandje voor de belasting van meneer Retaar. Je gaat weer jong over zijn ommoederen. Ze kan elkaar niet rieken, he, die twee. Je zegt, ga ze ik door de veester smitten. Zeg, je mag dat niet doen. Dat leven is gevaarlijk, zullen. Zie je de keer dat er zuster twee passeert? Je kwijt nu bien, ik zeg, geef ze zo'n leuning. Die zegt, nee, maar ze steken aan tien met z'n ommoeder en dat is ook eerst. Nee, een drukwerkstje van madame Buitenvliegen. Dat had toch niet in dat me nat, hè. Verleden weken zegt ze nog tegen mij, mail zegt ze, me vent bedrieg me. Ik zeg, en anders geen nieuws. Ze zegt, ik ga hem laten attraperen met zijn secretaresse. Zeg, het jude al kosten mij. Zeker 20.000 frank. Ze zegt dat niet, ik kon dat al vragen naar mijn aanhoederen. Briefje van madame Mostoor, dat is een lot woord te dadden. Ze zegt, kan me zo gelukkig zien. Kan het ohne is, het ohne auto, kan het ohne jongens. En mijn vriend deed levensverzekeringen van 5 miljoen en je zat dan niet al te goed. Facteur, en nog een keer facteur, dat is voor meneer Vetlegger, de winkelier. Die klaagt altijd. Hè. Je zegt in januari, kom er geen mensen. Zijn te veel uit, even met de feest. In februari, ze liggen allemaal met de griep. In maart zijn hun er briefje gehad van de belasting. In april, ze zijn bezig met sporen voor de postdagen. In mei, hij is dan nu al weer van op buiten te komen, dreigen dat hier. In juni, het is veel te onweer, ze zijn allemaal naar de zee. In juli, ze zijn op Fiaza. In augustus, ze zijn nog niet meer van Fiaza. In september, zijn alles uitgegeven op Fiaza. In oktober, ze moeten veel afbetalingen doen. In november, ze willen niet. Ze kunnen niet of ze durven niet, maar ze komen niet. En in december, ze zijn bezig met sporen voor de feest, nee? Nou, een brief van madame Trolley. Dat is verzekerd in het panderijtje, zie je ze? Haar zoon zit er, hè? Die heeft 5 jaar gehad. Moet die betalen al los zijn? Ze zit toch over een maand of twee gezegd dat die 2 jaar afslag kregen voor goed gedrag? Maar ik heb er nog gezegd dat ze toch eerst een brave jonger zei. Jut, dat zei je nu te vreemd niet aan zeer voor meneer Van de Zompelen. Dat is ook niet goed met die wij. Geen vet niet meer. Hè. Niks van vet niet meer. Zelfs geen vette letters in de gazette. Je hebt die in Congo gezeten, nee? Je was die commandant van het leger. Op een dag. Zie je door een neger pietje putje nakt over de straat te lopen. Je kikt het toch wel zijn in orde aan, zeker, hè? Je roept babali, babaloe.
Den andre drar dem om meg og slår dem med sin hand. Jeg sier kommandant, siden han da han kan si, jeg sier han kan ikke den børhut an. Jeg rekommenderer for min ære slistermas. Jeg kan dem syste her siden, he? De er en dose kjepel gekregen ut Amerika. Det for det venten. Og jeg så pelle pakk til, var de direkt 25 år jungere. Jeg sagt på oss aldri da. Så han var så madame der vann. Jeg sagt ikke noen i Tyskvest. Dessen amerikans og meg at de trodde det. Det så løren en derde vent. Vet du hva? Se da dette. Hva når den neste vent? La den tatueren opp ur den linker bosen. En da dette. Hva når den tredje vent? Opp ur den rechter bosen. Så han til hans listermann, dat de hoop niet eerste voor jongen zeker voor dat te zien. Ik kan je dat de hoop niet mee lachen. Ik zeg, doe het, schiet niet een keer in een lach. Ook bezen wat voor lang koor zegt dat ze gaan trekken om een vrouw 65 jaar is. Zie weg, of de baron gaat weer reclameren dat ze gazette te laat is. Hij loopt dan nu met een baste beier van een hond in de nof. Den eerste keer dat ik niet ben, nee. Je hebt facteur commodore. Het is niet, je is gecastreerd. Ik zeg, ja, maar meneer de baron. Ik ben benauwd dat hij gaat bieden, niet dat hij me gaat verkrachten, hè. Maar je brug hem om mijn mini, wij. Dat gaat niet waar zijn. Ik zie Miltje, Miltje de facteur. Ik zie de zonen van Basil, de spakken. En tegen mij zeggen ze Miltje de farser. Omdat ik zo haar een ander mens gefarsen bakken. Maar als facteur doe ik goed mijn best, dan moet me zien gaan. Me zat mijn brieven op mijn buk van bussen tot bussen. Van moet me waren wij of kraken niet gedaan. Mag zien nog jong en goed de poot, ik geef hem bussen. 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 Voeringen van mijn zak is kapot, je moet niet pezen, dat vlugje is hier ook niet weggevraagd te wezen, hé. Hey, la meneer, wat is dat dan mij, jong? Wat doet dat meestje op de buzen van je vello? Allee, zorg dat ze drof is, hé, of zat in je drup? Ja, waar is die wister gooien nu weer? Moet hij van die jonge zandjes aanleren en je dan meer te lullen tegen het vrouwvolk of dat je hart hebt achter min. Hoe rest je nu? Dan zie je hem hun trol afkomen. Nu, waar heb je gezeten daar? Het was weer een echte van je zeker, hè? Oh, ik dacht door hoeveel nechten dat je hier had, hè? En wat je onkel zei en tante moet nog wel bij de deuren geboerd hebben, hè? Hoe is dat dan, madame? Ga je dat verjoren met je heten misschien? Trouwelijk, het is groene weer, meestje. Of wacht je toe dat ik groene worden van kolere misschien? Allee, schart het dan. Is er nog een hete bukje springt voor u? Onze agent moet je altijd orders geven. En nooit te veel zeggen. Als je het wat vragen, je weet het niet altijd.
En ze zeggen tegen Jon, wie is de vader van Christus? Je weet het niet. Niet veel zeggen. Dan kan je het wat vertellen, via. Als wanneer dat je peest dat de mens je haren zien omdat je zijn van politie ziet, en wel is hij mis. Als ze je nodig hebben, ja. Maar van het moment dat je een boekje niet hoort voor te schrijven, hij de buiten hebt heten. De zomper dan moeten blij zijn dat we maar juist onze vingers gebruiken voor te schrijven. De die in Brussel gebruiken ze nog voor wat anders. Azant 68, de broer roep je over. Azant 68, lustert over. Fekke, het is hier zeer raar, hè? Je vrouw heeft de zuste gebouwd dat je niet mag blijven plakken in de rustgoor. Van zijn macaroni greep gedoord. Over. Ik kan alles heel goed verstaan, zeer raar, en ik zie je dankbaar. Over en stop. En wat heb je dan nu gehoord? En wat heb je niet gehoord? Je weet het niet. Als je een ondervragen daarover hebt, de vader van Christus, je weet het niet. En altijd heb je een stekstoon. Altijd heb je een stekstoon. Mag een grote kop zijn. Kan je alsof ik er een Brusseloren had met een P op zijn platen? En je riet in het verkeerde hart. Blazen op mijn flutte. Je blijft staan. Kom er naartoe. Je doet zijn venster openen. En je zegt, Ealoor. Zeg een Ealoor, Ealoor. Jaak op mijn borst en onder mijn oksels. Je zegt poep, 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 poep. Zeg hij niks te poep, 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 poepen hier achteruit vooruit of je stoot erop. Als azant moet je altijd seks in. Wat denk je? Nee, niet seks. Sek? Droge. Seks is, ja. Wat blijft, madame, wat ik parkeer? Wat ik parkeer? Op de markt, hé, madame. Je moet toch 5 frangen in van die orgel steken en dan heb je 3 keuren. Komt de papiertje niet, of je blokkeert, of je krijgt 10 keer in je hand weer. Wat zeg je dat je geen 5 frang zet? Je moet ze maar vragen aan de azant die daar rondloopt, madame. Dat is een wisselazant dat we daar zijn. Wat blijft, meneer? Oh, het is in het Engels. Kan je geen Engels? Allee, doe maar. Kan ik ook wel Engels, weet. Maar ik rus hier en iedere keer mijn volse tanden. Wat moet die aan? Judas is helen. Als de die naar de 900 telefoneert, je draait een 1800 zetel. Wat moet die aan? Seks. Sluis, hé. Wat? Ah, de bonen. De nee seks. Wat zat hem op de nee vuffen? De seks ligt erachter. Is weer een voorbeeld, zeg. Nooit te veel zeggen. Je ga je toch niet mis klappen. Dat is azante Latin. En als het warm wordt, op de andere kant kijken. En dan zo krijg je voren, jong. Horen van dienst op de markt, staan aan de post. En op de andere hoek stoot er door een negerinne mens. Menen eens dat een klein olifantje was. Had er 6 keren moeten rondlopen, mochten we weer binnen gewoon in de bureau mijn dienst in gedaan zijn. Ze stotten met de kinderen per norm die daar zat te blaten mens. Zo'n doe je niet, zo'n na je niet. Als ze de rol met de kern brokken van een kanonkogel van een boezem van Oeterbloeze.
ze ducht in kleine dotegens en ze zegt pakt hem. Je vraagt me nog heel leugens, hè. Den kleine ducht dat spelbug toch wel weg, zeker, hè. Je refuserde. En weer aan het blaten, hè. Waarop dat ze meer met zijn kopje tegen die klompen ducht. En ze zei, hier, pak hem of geef hem aan de nazant. Hoor maar, hè. Hoor maar, hè. Zeg, en altijd heb je geen wieven zin. Ik kan een keer meegemaakt op de markt toen de dorrepoepers heten van een vrouw mens. Met een kriek in haar randen. Plat een band. Kon er naartoe, krieken er naartoe op, drooien er vissen los. Steken een nieuwe wiel. En zustelen of dat ik de auto weer kon laten zakken. Zeg ze tegen mijn meneer de nazant. Ga je me bij een voorzichtig loten naar beneden komen? Zeggen ze, benauwd van je ressorts misschien. Ze zeggen, nee, maar ik ben benauwd dat mijn vent zo wakker wordt en je ligt te slapen op de achterbank. Pas op, niet naar links kijken, niet naar links kijken. Het is door je een beetje met verkeer te parkeren. Laat dat maar doen. We gaan er hem opzetten en zo zien ze in het bureau ook dat we gewerkt hebben. Als dat achter het zesde, als dat achter het zesde, de beroep vraag je over. Als dat achter het zesde lustert over. Fikke, het is hier nog een keer Gerari. Zet nog maar twee in mijn koorse hak gezeten, in de steenstrote, over. Serar en is er bloed bij of zijn er door, over. Nee, zuste blak, over. Kan alles goed ontvangen, Serar, en ik zie je dankbaar, over en stop. Met twee in mijn koorse hak in de steenstrote, hou me gewoon op de halmenstrote naar het bureau.